John van den Brom, je eerste competitieoverwinning heb je binnen. Hoe kijk je terug op de wedstrijd in Den Haag? Als je wint is het altijd leuk, is het altijd goed, is het mooi. We waren natuurlijk niet bijster goed begonnen, maar nou, dat is bekend. Alleen de veerkracht, de mentale weerbaarheid die de jongens op dat moment getoond hebben, wat gevraagd werd naar de 2-0 achterstand. Ja, dat heeft enorm goed gedaan, dat heeft de jongens ook enorm vertrouwen gegeven. En daarin hebben ze ook laten zien dat ze met een tegenslag van de uitschakeling Europees, slecht begonnen aan de wedstrijd qua stand, dat je daar ook mee om kan gaan. En ja, als je de eerste uitwedstrijd in de competitie wint, ook nog eens een keer gegeven dat het vaak lastig is bij ADO uit, laten we dat ook voorop stellen, dan mag je heel tevreden zijn. En dan kijk je ook daardoor met een heel goed gevoel naar zondag om je eerste thuiswedstrijd te spelen. Is iedereen eigenlijk fit uit die wedstrijd gekomen? Ja, we hebben uit die wedstrijd is niemand die last had. Hè. We hadden natuurlijk fysiek gezien wel best een pittige wedstrijd gehad tegen Zrinski. Maar goed, dat hebben ze goed verwerkt. En uiteindelijk is ook na de wedstrijd tegen ADO niemand geblesseerd. Dus in dat opzicht prima. Met een positief gevoel op naar zondag? Ja, inderdaad. Ik zelf, maar ook die jongens kijken toch altijd weer uit naar zo'n eerste thuiswedstrijd. En zeker ook omdat je de eerste wedstrijd gewonnen hebt. Ik hoorde gisteren ergens voorbij komen dat het 30 jaar geleden was dat we twee wedstrijden achter elkaar, de eerste twee wedstrijden, winnend kunnen afsluiten. Ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes die je misschien kan gebruiken richting jongens om zondag de boel dusdanig op scherp te zetten dat ze in staat zijn om van Zwolle te winnen. Ja, wat je zegt, je gaat opnemen tegen Zwolle. Wat verwacht je eigenlijk van die wedstrijd? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat Zwolle een hele valse start heeft gemaakt vorige week. Hè, de seizoensopening van de competitie vrijdag. Ik heb die wedstrijd voor televisie gezien, Marinus was daar voor de analyse. En een beetje vertekend beeld, omdat Zwolle wat mutaties had in verband met schorsing uit het vorige seizoen nog, die ze mee hadden genomen. Blessures het laatste moment. Dus met welke formatie weet ik niet. Wat ze wel altijd doen is dat ze met drie spitsen spelen. Twee buitenspelers die wat breder staan dan vorig jaar toen ze aan de binnenkant stonden. Proberen altijd te voetballen. Het is ook een ploeg die hoog verdedigt in die zin dat ze ook ruimte weggeven. Dus. Maar nogmaals, we zullen het zien zondag. Ik vind het nooit zo belangrijk wat de tegenstander doet. Zeker niet als wij thuis spelen. Wij moeten naar onszelf kijken. Wij hebben daar een idee over. Wij willen het initiatief pakken in de wedstrijd. Wij willen dominant, aantrekkelijk voetbal spelen. Elke trainer zegt het in het begin van het seizoen. Dus ook ik. Wij zijn daartoe in staat met het elftal wat wij hebben. En uiteindelijk moet dat zondag gebeuren. Wat vind je eigenlijk van je nieuwe thuishaven hier in Utrecht? Ja, nee, dat heb ik al na de wedstrijd gezegd. Dat was, toen waren er 17.000 mensen die ons echt, met name de tweede helft, gestuurd hebben om zeg maar in ieder geval een goed resultaat te halen. Het is niet genoeg geweest. Maar laten we eerlijk zeggen, aan de supporters heeft het zeker niet gelegen. En, ik weet het. Ik heb hier vaak tegen Utrecht gespeeld. En ja, dat weet je. Het is echt de 12e man die het elftal helpt op het moment dat het gevraagd wordt. En dat is alleen maar mooi dat je die goede wisselwerking hebt. Je werd zelfs al wel toegezongen afgelopen zondag. Ja, dat is ook altijd leuk natuurlijk. Liever zo dan andersom, hè.